Een aantal winkeliers uit de binnenstad hebben een brief gestuurd naar de gemeente Tiel, waarin zij suggesties aan de hand doen rondom de opstelling van de warenmarkt. Al geruime tijd wordt er gesproken om verplaatsing en aanpassing van de markt op zaterdag. Aan het woord Gert-Jan van Ingen. De markt in Tiel is 2 jaar onderwerp van gesprek. En daarvoor zijn er verschillende binnenstadmanagers geweest die daar ook al mee bezig waren. Het is een proces waarbij we geprobeerd hebben om de markt te zelfstandigen. Dat is nog niet gelukt. We gaan daar wel mee verder, maar voorlopig hebben we gezegd van dat gaan we niet meer doen. En in de structuurvisie is een paragraaf opgenomen waarin we de markt willen gaan veranderen. Er is een marktcommissie ingesteld. Er is iemand vrijgemaakt bij de gemeente Tiel. En met alle partijen proberen we zo gunstig mogelijke opstelling van de markt te krijgen. Ja, die markt leuker maken, dat geldt niet alleen voor de marktkooplui, maar dat geldt ook voor de binnenstad. En die samenwerking tussen de marktkooplui en de binnenstad, daar willen wij op focussen. Het is ook heel zonde dat zaterdags alle terrassen ingeklapt staan, terwijl er juist heel veel publiek in de stad loopt. Dus op de een of andere manier is daar een combinatie mogelijk en daar gaan we naar zoeken. Wij zullen de belangen van de binnenstad meenemen tijdens de gesprekken die we in de binnenstad voeren. En dan komt iedereen vanzelf aan zijn trekken.